De band van personeel bij de SLM kan zich terugvinden in de overeenkomst in zaken de overdracht van de vertrekhal aan de NV Luchthavenbeheer LHB. Het was de bond die fel gekant was tegen de overdracht, omdat volgens voorzitter Robbie Maaien het nog niet duidelijk was hoe het was gesteld met de werknemers van de SLM die werken in de vertrekhal. Tijdens de spoed ALV op 9 juni hebben de leden enkele eisen gesteld en die zijn volgens Maaien opgenomen in de overeenkomst van overdracht. Volgens de regering is de NV Luchthavenbeheer eigenaar van de grond te Sanderij en zullen alle opstallen op het luchthaventerrein onder beheer moeten van LHB. De eisen die het SLM-personeel daarop stelde waren onder meer een luchtvaartplan gepresenteerd door het ministerie van TCT en dat de continuïteit van de SLM als ook de bestaanszekerheid van de werknemers gegarandeerd is. We hebben het concept overeenkomst gezien en wij hebben namelijk toch wel een aantal punten die geëist zijn toen tijdens de algemene ledenvergadering van 9 juni terug kunnen zien. Wat heeft gemaakt dat we hebben gezegd dus dat het nu wel werkbaar is voor ons. Beide partijen hebben nog de gelegenheid om binnen 60 dagen bepaalde zaken uit te werken. En we hebben natuurlijk vertrouwen in Lachmi Singh dat hij iets goed voor ons gaat doen. Want naast werkgelegenheid, dan gaat er ook wat een flinke hap uit de inkomsten van de SLM nu naar de NV Luchthavenbeheer. Dat klopt. Dat was dus het punt die ik maakte tijdens een gesprek met de minister. Van minister, als wij minder verdienen, minder activiteiten zullen hebben, betekent dat direct dat we minder mensen nodig gaan hebben. Met als resultaat dat we mensen naar huis gaan moeten sturen. En hij heeft gezegd van nee, de SLM mag geen veertje laten. Toch? En hij heeft altijd gezegd, niemand mag weg. En nu hebben we teruggezien in de overeenkomst dat het een inspanning moet zijn van beide partijen. Toch? Waardoor het niet alleen is SLM. Moet ervoor zorg dragen dat die mensen niet weggaan, maar beide partijen. Wij kunnen dat terugvertalen in wat de SLM niet in dienst kan houden. Sowieso bij de luchthavenbeheer wel een baantje zou moeten kunnen vinden. Maar niemand mag weg. Andere eisen van het personeel waren dat de vliegveiligheid en veilige werkomstandigheden gegarandeerd zijn en dat passagiers beschermd zijn tegen hoge prijzen. Na gesprekken met TCT-minister Andy Rusland en SLM-directeur Robbie Lachmi Singh is de bond nu gerustgesteld. Partijen hebben afgesproken dat de deal geen aderlating zal zijn voor het bedrijf en Maaien heeft naar eigen zeggen alle vertrouwen en geloof in directeur Lachmi Singh. LHB-directeur Vijay Chotkan bevestigt en garandeert dat er geen enkel personeelslid naar huis gestuurd zal worden. Het kan ook niet anders, omdat het mensen zijn waarin geïnvesteerd is. Nasar Namang, waarin we geïnvesteerd hebben, bedrijven hebben daarin geïnvesteerd. En het zijn deskundigen die ingezet zullen worden natuurlijk, verder in het traject. Ook zo natuurlijk over het logistiek gedeelte. Er is een gebouw daar met inventaris. Hoe staat het daarmee? Ook dat is aan de orde geweest. Maar zeker natuurlijk het financieel gedeelte. En wij begrijpen als luchthavenbeheer dat daar natuurlijk niet zonder meer gekot kan worden. Wij gaan het met elkaar moeten bespreken en kijken van hoe staat met de inkomsten en de uitgavenzijde. Wie gaat wat doen? Het is nooit de bedoeling dat SLM uit dat gebouw gaat. Integendeel willen we SLM graag daar hebben. SLM is op de airport onze grootste gebruiker. Daar verdienen we natuurlijk aan. De Suriname Airways, onze national carrier, is onze grootste klant. En dat moet natuurlijk heel duidelijk zijn. Nooit de bedoeling geweest om een ander beleid uit te gaan voeren. Wij hebben ervoor gezorgd als corporates om een opdracht die we hebben gehad van de aandeelhouder om dat zo goed als mogelijk uit te voeren. En along the way zijn er natuurlijk meningsverschillen waar wij natuurlijk heel goed met elkaar hebben kunnen afstemmen om uiteindelijk te geraken tot waarvoor we vandaag hier zijn. Aldus Vijay Chotkan, directeur van de NV Luchthavenbeheer. We spraken hem gisteren in de aankomsthal te Sanderij in verband met de overdracht van de SLM-vertrekhal aan de NV Luchthavenbeheer.